Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je er praktijkgericht mee om straks in jullie business met het duurzaam ondernemen? Want daar willen wij natuurlijk toe, hè? Duurzaamheid is zorgen dat je efficiënt gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Nou, we hebben heel wat mogelijkheden gehoord. Hebben jullie zelf al ideeën inmiddels opgedaan? Wat helpt in de organisatie? Kijk, knokken tegen weerstand heeft niet zo heel veel zin. En mensen willen niet veranderen, want dat is ongeveer het lastige wat er is. Wat wel helpt, is gaan kijken, en daar moet je geen duur kennismanagement systeem voor hebben, monitoren in de organisatie wie waar verstand van heeft. En als je daar een spelletje van maakt, van, goh, wie heeft nou weer iemand geholpen? Dus zorg dat er een cultuur ontstaat, dat mensen het leuk vinden om elkaar te helpen met iets wat ze nog niet kunnen. Dat is inderdaad de kern van duurzaamheid in het algemeen, hè? Die communicatie is ontzettend belangrijk. Er is altijd iemand die er wat vanaf weet. Alleen, vind maar even toegang tot diegene die je daarbij kan helpen. Het voorbeeld van duurzaamheid. Het begint dus met vragen stellen daarover. Het begint met vragen stellen, dat klopt. Maar hey, wij zijn ook een beetje trots. Wij proberen het eerst maar zelf. Voor trots koop je niks. Op dat moment ontdekte hij dat die mensen die 7, 8, 9 lagen lager in de hiërarchie zaten, bruisten van ideeën en initiatieven die nooit de top bereikten. Hij gaf dus de tijd weg, om terug te komen, Martijn. Hij gaf dus weg. Die inspiratie die op de werkvloer leeft bij mensen die dat weten, omdat ze met hun eigen handen en in hun eigen praktijk beleven. En die ideeën bereiken nooit het management of de top of de directeur. Want ja, dat hoor je niet te zeggen. En wat er ook aan de hand is, dat mensen in de organisatie, ik weet niet of dat bij jullie allemaal zo is, maar mensen in de organisatie hebben altijd een functie. Ja. En dan moeten ze dat doen. Dan blijkt dat, zeg maar, dan zijn ze ergens, hebben ze een functie, weet ik, zijn ze ergens controller. Blijkt dat ze bijvoorbeeld ergens creatief dansdingetje aan doen zijn in de avonduren. Of dat ze dansleraar zijn, of dat ze bij de voetbalvereniging iets doen waarvan je denkt, hoe kan die dat ook nog? Dus we moeten ophouden met denken in functies. Doesn't make sense.